De golfclub Brunsumer Heide bestaat dit jaar 25 jaar. En dat wordt al de hele week groots gevierd op de club zelf, met feestavonden, wedstrijden en andere activiteiten. Lange dagen dus voor de organisatie. Ja, het zijn wel dagen van 6 morgens tot 2 s'nachts. Maar als ik zie hoe razend enthousiaste leden zijn, dan houd je dat helemaal op de been. Geen enkel probleem. Hoe lang golft u al? 25 jaar. Wat is het nou zo leuk in dit spelletje? Nou, het buiten zijn, het bezig zijn. En je maakt heel veel bewegingen. Je slaat, je bukt. Het is gewoon. En je bent heerlijk in de natuur. Het gaat nu regenen, is het dan toch nog leuk? Ja, eigenlijk hebben we daar kleding voor, paraplu's voor. Hoezen over de tassen. Dus een goede golfers daar ben ik gesteld. En natuurlijk wordt er tijdens de feestweek ook nagepraat over de behaalde resultaten. Nou, we hebben natuurlijk hele goede kampioenen gehad. Maar daarbuiten hebben we dit jaar bijvoorbeeld, ons herenteam is kampioen geworden in de hoofdklasse. En die konden promoveren. En dat is helaas niet gelukt. Maar dat zou het eerste Limburgse team zijn geweest die ooit in die hoofdklasse terecht was gekomen. Dus helaas, maar dat gaan we volgend jaar zeker halen. Hoe staat deze baan in de internationale golfwereld aangeschreven? Ja, dit is een superbaan. Dit is een van de mooiere banen in Nederland. Wat maakt het mooier dan de andere? Het mooie is dat het een heel mooi bosgebied is. Maar wat hier zo mooi is, dat je elke hole heeft zijn eigen identiteit. Als je hier speelt op die 27 holes, dan kun je jaren achter elkaar spelen. Elke hole is anders. En dat maakt het, ook voor mensen die hier al 10, 20, 25 jaar golven, maakt deze baan uniek. Het is een unieke baan in Nederland, dat kan ik geruststellen. Nou, is het vandaag de vrijdag, de prominente dag. Welke prominenten zijn hier? We hebben Mijntje Donners, oud-hockeyspelers, Europees speelster van het jaar, Champions Trophy winnaar. We hebben Erik Meijer op de baan. En die ex-profvoetballer is zo fanatiek dat hij zelfs ondanks deze hevige regenbui verder gaat met het spelletje. Daar heb ik altijd al graag in zo'n karretje willen zitten. Mag dat eens? Dat mag, dat gaan we regelen. Dat is geen enkel probleem. Rammelt wel zo'n karretje. Krijg je niet dat je in ja, dat krijg je ingewanden van de zon? Ja, ik heb vroeger op de grote zeevaart gezeten, dus ik heb er wat minder last van. Dat een beetje misselijk. Ja. Vanaf maandagavond op Lo TV een uitgebreidere reportage van ons bezoek aan de golfbaan.